Hallo! En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Wij hebben even lekker wat te drinken. En wat te snacken gehad, dus voor jou. Lekker, dank u. Even lekker wat vragen voor jullie beantwoorden. Even gezellig lekker kletsen. Deze is trouwens heel lekker. Dit is Smoothie Company. Nee, deze is echt beter. Mango Madness. Met aardbei, mango, passievrucht. Ik heb ook... Dit is Guilty Passion. Ik vind die naam wel leuk. Ja. We hebben allebei een avocado sandwich without avocado. We add the avocado. Yeah. Zal ik ASMR doen? Ja. Hebben jullie nog vakantieplannen binnenkort? Nou, ik in juni. Het heeft bij jou even geduurd. Het heeft even geduurd voordat ik, ja. Voordat je weer de hoogte ging. In november was ik voor het laatst weg. En ik heb in juni gepland staan. November? Waar was je toen heen? Barcelona. Oh ja. Naar Barcelona. Barcelona. In juni lekker naar Ibiza weer een weekje. Heel chill. Heel lekker. Heel veel zin in. Ja. Maar het liefst ga ik nu al hoor. Kijk, ze hebben mij ook bijna geen pest. Nee hè? Zij zijn zuinig man. Gierig. En wil je nog ergens anders heen? Of andere plannen? Misschien ook naar Bali. Maar dat is dan na de zomer. Naar Sue. Ja. Wordt toch al je derde keer naar Bali? Ik wil ook gewoon weer wat meer kleine losse tripjes doen. Maar ik ga de zomer werken. Dus ik kan... Ja, ik ga misschien nog met mijn ouders mee op vakantie trouwens. In de zomervakantie. Maar dat weet ik nog niet zeker. Frankrijk. Lekker. Ja, wel lekker. Gewoon echt gewoon even 2 weken volop chillen. Ja. En zonnen. En met familie. En met familie. Geen broer en zus dan ook mee? Dus broer wel, mijn zus niet. Die is dan met haar vriend op vakantie. Maar ik weet nog niet of ik mee ga. Het ligt een beetje aan of ik dan moet werken. Want ik ga bij Bayou weer werken. Oh, echt? Ja, juli en augustus. Oh, dat is een beetje zomerperiode. Ja, omdat het gewoon drukker is dan. Ja. Dat vind ik ook leuk. Ja. Maar daardoor kan ik dus in de zomervakantie niet echt op vakantie. Maar dat maakt ook niet uit, want dan is het hier en vaak ook wel oké weer. Ja, en ik kan nu even dan lekker geld verdienen. En in de zomervakantie zijn de vakantie ook duurder. Ja, en dan ga ik nu, kan ik eigenlijk gelijk, zo, ik stik gelijk in een broodje. Kan ik in september gelijk wel weer op vakantie gaan. Ja, en in september is ook overal nog wel lekker weer. Ja, dus dat. En jij? Vertel eens. Ik heb er ook eentje gepland staan. Eind augustus naar Rodos. En verder nog niks eigenlijk. Wel overal, maar nog niks gepland. Ik ben sowieso steeds meer van een beetje last minute trips. Of tenminste 1-2 maanden van tevoren boeken. Ik kan niet nu al iets gaan boeken voor in september of in november. Ik had dan wel met Keer, we zijn dus net terug uit Curaçao, want Biba loopt op stage. Dat hebben we in december geboekt. Dus dat is 4 maanden van tevoren. En nu Rodos is ook weer 4 maanden van tevoren. Maar dat is ook gewoon meer omdat... Nou, met Biep ging natuurlijk gewoon plannen, want we wilden met haar verjaardag. Ja. Met standaard Rodos hebben we ook gewoon met voetbal en met school te maken. Ja. Dus dan moet je ook wel een beetje kijken. En we wilden niet in het hoogseizoen. Maar dat sloeg echt nergens op. We zaten eerst te kijken voor eind juli. Zo duur zeker. We betaalden gewoon met z'n tweeën voor een week Rodos. Bijna 3000 euro. Ja, en dan heb je ook nog eens Rodos. Dus ook niet per se. Het is geen... heel bijzonder. Nee. En nu, eind augustus, was het gewoon bijna de helft. Echt van bizar. Juli. Echt bizar. Ja, sowieso vakanties zijn dit jaar vind ik veel duurder. Ja? Ik heb zitten kijken, maar ook hotels en zo op Ibiza. Vliegtickets ook. Echt, het is allemaal gewoon... Ik weet ook niet waarom ze opeens dit jaar... Welke uiterlijke kenmerken vind je het mooist aan jezelf? Ik moet er 3 noemen. Wil jij maar beginnen? Dan kan ik nog even nadenken over de laatste. Ik vind... Nou, het klinkt heel raar wat ik nu... Mijn handen of niet? Mijn handen en mijn voeten. Ik vind jouw handen dus ook heel mooi. Ik vind dat ik hele lelijke handen heb. Ze zijn ook heel wit nu. Maar ik weet niet, jij hebt gewoon van die mooie... Ik vind gewoon dat ik van die vrouwelijke handjes heb of zo. En mijn voeten vind ik dat ook. Ja, het klinkt heel raar om te zeggen dat ik voeten mooi vind. Ik vind voeten helemaal niet mooi, maar... Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Gewoon van die meisjesvoetjes en handjes. Mijn ogen vind ik ook wel. Mijn wimpers, zeg maar, die zijn altijd wel. Die doen wel hun werk van zichzelf. Is niet heel veel voor nodig. En dat ik snel bruin word. Vind ik ook mooi. Ja. Ik zou het vreselijk vinden als ik altijd een spook door het dat heb ik nu. Ik word niet meer bruin. Ja, je wordt wel bruin. Onder zonnebank, ik word niet meer bruin. Maar je bent al sinds november. Ja, maar zonnebank is ook anders. Want toen ik naar Curaçao ging, was ik 2 keer onder de zonnebank geweest. Toen in Nederland dacht ik, ik ben echt bruin. Toen kwam ik daar aan, toen dacht ik, ja, maar dan zo spierwit? Ja, maar dat is omdat al die mensen heel bruin zijn. Oh, okay. Want 9 van de 10 mensen die daar zijn, die zitten daar voor langere tijd. Mm-hmm. Ja, oké, dat is waar. Ja, ik had ook altijd dat ik heel snel bruin werd. Maar ik heb het idee dat ik dus sinds afgelopen jaar dus niet meer zo snel bruin word. Maar ik heb dat ook wel verhuisd. Je dat vroeger ook niet. Toen ik als kind werd ik echt pikzwart. Gewoon mijn rug was hele, gewoon zwart. Ja. Super blonde haar erbij. Mm-hmm. Alleen, ik ben natuurlijk na Bonaire toen heel bruin geworden. Ja. En ik heb het idee dat ik sindsdien niet meer bruin kan worden.
Ja, ja, ik heb, ja. Ik heb echt dat idee. En vorig jaar vond ik jou ook wel bruin nog, hoor. Ja. Ja. Oh. Ik vind mijn ogen mooi. Ja. De kleur en de vorm. Een beetje een almond vorm. Dat had ik ook graag willen hebben. Ik heb echt van die ronde kijkers. Oh, dat vind ik mooi, hoor. Ja, vind ik mooi. Mooie ogen hebben. Ja, ik heb gewoon echt een beetje van die kleine almond oogjes. Oh, vind ik mooi. Ik ben ook wel tevreden over mijn voorgeveltje. De boobes. De boobage. Vaak denken mensen dat ik dat heb laten doen, maar dat is dus niet zo. Dus daar ben ik op zich wel tevreden mee. En wat ik bij mezelf heel mooi vind, is de botstructuur in mijn gezicht. Ik wil dat ook zeg bij jou. Dit. Heel veel mensen denken ook dat hier fillers in zitten. Maar dat dit zo naar voren ja, komt. Ja, maar dat is... Je hebt ook eigenlijk voor jezelf allemaal... al een beetje schaduw. Ja, dus ja, daar ben ik ook wel blij mee. Hoe ziet jullie ideale vakantiedag eruit? Maar een dag. Ik heb het alweer. Ja. Als je 's ochtends wakker wordt, waar begin je mee? Ik zit zo snel, ik ben nog niet eens op de helft. Ja, ik heb heel veel honger. Ik, als ik een vakantiedag, ik denk, ik word sowieso van mezelf heel vroeg wakker. Ja. Dus ik zou ook niet per se een wekker zetten, want ik word toch wel van mezelf om 7 of 8 uur wakker. Lekker, maar eerst een beetje rustig wakker worden, dan lekker ontbijten. En, tenminste, als we ontbijt bij het hotel hebben. Ontbijten en dan daarna even lekker terug naar de kamer en dan toch nog even een beetje chillen. Ja. Gewoon lekker rustig en dan rond een uurtje of 10, 11 lekker richting het strand of het zwembad, maar ik denk meestal het strand. En dan daar lekker liggen en dan lekker lunchen. En ik wil niet te laat weg van het strand. Ik haat het dus om tot 6, 7 uur 's avonds op het strand te liggen. Echt? Ja. Oh, die laatste eerste zon vind ik heel naar. Ik krijg er heel veel hoofdpijn van. Oh, ik vind dat juist lekker, niet zo'n felle zon op je huis. Oh, nee, nee, ik helemaal niet. Ik ga dan ook altijd een beetje onder de parasol op het laatste moment. Ik vind het dan dus lekker om wel een beetje rond een uurtje of 5, max 6 weer naar het hotel te gaan om lekker te douchen. Ik ben dus echt van het... Het ziet er echt mooi uit. Een schouw. Carrot cake. Ik ben dus echt van het chillen na een stranddag. Ik vind het heerlijk om te douchen en dan echt een uur op mijn bed te liggen en te tiktokken. En dan gewoon rustig uit eten te gaan. En dan daarna lekker weer slapen. Dat is mijn ideale vakantiedag. Oké, okay, mijn zou zijn... Ik weet niet, hij valt heel veel uit. Oh. Ik weet niet waar zijn we gebleven. Dat maar weet ik ook niet meer. Maakt niet uit. Ik kan ook, in ieder geval als we het ook nog over vakantie hebben... Mm-hmm. Dan kan ik... Ik zou het ook wel kunnen om een week lang elke dag alleen maar in de olie aan de zee te liggen. Nou, ik moet dus heel eerlijk zeggen, toen wij op Curaçao waren, was ik er echt op een gegeven moment zo klaar mee en zo zat om stil te liggen. Ja. Misschien ook wel omdat ik daar heel de tijd in mijn hoofd bezig was met, oh my god, volgens mij ben ik aan het verbranden. En ja, oké. Okay. Ja. Het was, ja, tuurlijk, het was chill en het was lekker en het was leuk. Er komen mensen naast ons staan. Het was chill, het was lekker en het was leuk. Maar ik vind dus die afwisseling van één dag wat doen, andere dag niet. Bijvoorbeeld ook dat hiken en dat met die schildpadden zwemmen. We waren al om 11 uur klaar. Daarna hebben we lekker op het strand gelegen. Ja. Maar het voelde wel alsof we echt heel veel hadden gedaan die dag. Je haalt wel echt wat uit je vakantie. Ja, en dan heb ik ook wat minder het gevoel als ik op het strand lig dat ik denk, oh, we moeten even wat doen of zo. Mm-hmm. Dat begrijp ik ook wel. Of ik vind het ook leuk om inderdaad als je rond 4 uur van het strand afgaat... Dat je dan even gaat omkleden of als leuk in een stadje lopen. En dan daaruit eten en dan een drankje doen. Zo. Een beetje combinatie van alles bij elkaar. Mm-hmm. Wat willen jullie nog meer aan jullie zelf laten doen? Nou. Alsof we echt heel onze bek hebben verbouwd. Oh. Ik zou mijn tanden wel graag willen doen. Maar daar hebben we het al vaak over gehad. Waar? Staat het op de planning? Nee, ik vind het zo duur. Dus ik heb natuurlijk al die begrotingen zo laten maken. Maar 12.000 euro. Er is nu gewoon zoveel wat ik voor dat geld... Liever nu nog doe, zeg maar. 12.000 ja, euro. Ja, echt niet normaal. Het is gewoon een keuken, bijna. Het is gewoon een auto. Ook, ja. Ja, echt niet normaal. Dus ik laat dat nog even voor wat het is. Zo, dat vind ik echt heel veel geld. Ja, is ook echt wel heel veel geld, hoor. En verder, wat ik zou willen doen, ja misschien een lipblush een keertje. Dan van jezelf zo'n kleurtje hebt. Maar... Ik heb dus ook niet echt kleur op mijn lippen, vind ik altijd. Lijkt het alsof ik een enorme kleur heb op mijn lippen. Maar dan komt door mijn lippen zo droog zijn. Ja. Ik had dat ook vorige keer toen... dat vroeg er iemand aan mij van... Heb je zo'n lippigment laten doen? Ik zeg nee, ik heb gewoon hele schone lippen. Als ik dan nog vaseline erop doe, wordt het nog rooiger, zeg maar. Ja. En jij, wat zou jij nog doen? Ik zeg altijd een borstvergroting, maar ik denk dat ik dat op dit moment niet echt zou doen. Nee. Ik zou dat denk ik wel doen als ik 3 kinderen heb gehad, hopelijk. Dan zou ik het wel doen, maar ik zou het nu nog niet doen. Maar als er iets is wat ik zou moeten bedenken om te doen, dan zou dat het dat zijn. Dat zijn, ja. Ja, want eerst heb ik natuurlijk altijd mijn neus, maar die heb ik al gedaan. Ik vergeet dat altijd, dat jij dat hebt gedaan. Ja? Mm-hmm. Maar ik soms ook wel, als ik een foto vanaf de zijkant zie, denk ik, oh ja, ik heb die bochel niet meer. Dat is fijn. Mm, mm, mm.
Vroeger wilde ik altijd mijn neus doen, maar nu ben ik wel content geworden met mijn neus. Ja, je moet er ook gewoon mee leren. Ja. Het geeft zeg maar mijn neus. Ik echt niet zeggen, maar. Mijn neus geeft wel echt ook karakter aan mijn gezicht, vind ik. Ja, het hoort bij je. Ja. Hebben jullie nog feestjes of festivals gepland? Ik weet niet eens waar jij heen gaat. Ga je naar Verbond? Ja. Ik ga daar ook ja? heen. Ja? 5 mei. Iedereen gaat naar Verbond volgens mij. Volgens mij ook. Ik hoor echt iedereen over. Ja, Verbond en Open Air staan bij mijn planning. Oh ja. Dat is het enige. Ja, ik heb dan volgende week met Koningsdag naar Nooit meer naar huis. X Wavy. Dan die week daarnaast Verbond. Dan 9 mei is Hemelvaart. Dan hebben we strandopening. Eind mei Toffler. Mei. Ja. En dan die week daarna heb je Mr. Belt en Wezen of zoiets. Bij Colorado. Dat boemerangbeetje doet nu ook allemaal van die feesten. Ja, maar altijd al wel een beetje. Ja? Maar niet met zulke grote DJ's. Dus, en we willen eigenlijk ook heel graag naar No Art. Eind juli is dat? 27 juli volgens mij. En verder, ja, we zaten te kijken voor festivals in juni. Maar er is niet heel veel denderends in juni. Nee? Nee. Ja, ik ga sowieso natuurlijk nooit echt heel veel naar festivals. Jullie nee, wel. Jij niet goed natuurlijk. Welke vakantiebestemming waar je ooit bent geweest vind je het allerleukst? Ja, klinkt misschien heel erg, maar ik blijf Ibiza lekker vinden. Ja, ik blijf Ibiza gewoon lekker vinden. En ook omdat ik inmiddels ken ik gewoon alles daar. Ik weet gewoon de weg goed. Ik weet wat leuk is, ik weet wat ik leuk vind. Dus... Maar weet je wat het ook is? Dat als ik ook met Keer erover kijk. Curaçao vond ik heel mooi, heel chill. Maar mooie chille stranden heb je ook op Ibiza. En dat is gewoon 8 uur minder lang vliegen. Ja, ik ben ook echt, ik hou echt niet van vliegen. Ik vlieg heel naar. En dan Bali, kijk, als Bali dicht voorbij was geweest, had ik het ook echt heel leuk gevonden. Want je hebt echt hele mooie plekken, maar je zit gewoon 17 uur in een vliegtuig. 17 uur? Ja, en dan heb je wel een tussenstop, maar... Ik vond Curaçao lang. Dus dat doe ik ook echt alleen nog, maar het klinkt misschien heel erg, maar als ik business vlieg. Ja. Voor minder doe ik het niet. Voor minder doe ik het niet, maar dat is gewoon... Want allebei de keren dat ik ben gegaan, ben ik wel het business gevlogen heen. En terug niet, want terug vind ik het dan toch anders of zo. Ik weet niet. Ik ga toch naar huis. Terug dan, dus ben je al helemaal zo slonzig. Dan ga je naar huis, dan heb je ook een nachtvlucht. Dus dan slaap je toch wel. Maar ik weet niet, op de heenweg wil ik gewoon lekker zitten. Lekker chill. Lekker als ik wil slapen, gewoon in een soort bed kunnen liggen. Je komt ook uitgeruster aan. Ja, ik weet niet. Ik vind business class zo zonde van je geld. Mm-mm. Wacht maar tot jij 1 keer business had gehad. Ja, ik ga dat denk ik dus nooit van beleven. Dan wil je echt niet anders. Je wordt er echt verwend door. Ja, dat snap ik wel. Maar zeg maar... Ja, ik weet niet. Maar ik begrijp het wel hoor. Ik doe het ook alleen omdat ik gewoon heel erg vliegangst heb. Ja. En je zit gewoon wat comfortabeler. Ja, en snap je krijgt wel. Meer een soort van 1 op 1. Als je het 1 keer hebt gedaan, dan raak je daar aan gewend. En ik weet nu niet hoe het is. Dus ik heb zoiets van dat stoeltje van 45 euro vind ik ook prima. Ja. Is ook dikke prima hoor, daar niet van. Is ook echt prima. Yeah. Maar ja, ik vlieg van 17 uur. Dan heb ik al helemaal stress omdat ik dan naar een andere locatie ga. Een ander land ga, in eentje. Ja. Dan wil ik gewoon lekker zitten. Onze lieve camera had het opeens even te heet. En we hebben een zonvlek. Ik weet niet. Maar we gaan bij deze video afsluiten. Want we hebben ons eten. Ik heb het al lang op eigenlijk. Maar goed. Ja, ik korte heb vraag alleen is. Nog deze. Een paar korte vraagjes, maar wel weer even gezellig. En laat even een nieuwe vraag achter, originele leuke, voor een volgende. Ja, of dilemma's of zo. Ja, dat is ook een dilemma. Ja. Oké, 1 dilemma. Liever voor altijd stekeltjes? Of liever voor altijd nooit meer bruin kunnen worden? Dus even wit zijn als je handen. Even wit zijn als mijn handen dan. Ja? Ja. Ja, dat is ook een beetje. En dan gewoon heel veel zelfbruin erop gooien. Ja. Spreten elke week. Lekker spreten. Oké, wat zouden jullie kiezen? Stekeltjes, je leven lang? Of even wit als roze? Mijn handen, dat is dus heel wit. Maar het is eigenlijk best gemeen, want er zijn mensen die echt zo wit zijn. Ja, maar bij heel veel mensen vind ik het ook wel echt heel mooi staan als ze wit zijn. Maar ik vind het bij mezelf gewoon echt niet mooi staan. Bedankt voor het kijken naar deze video. En bye!